Ja, dames en heren, we zijn onderweg naar Hosea, onze vriend. Die heeft een missie voor ons. Hier staat iemand. Kan ik iets voor hem doen? Would you be interested in some friendly competition? Tuurlijk. I've come all the way north from Mexico to challenge a real American gunslinger. You him? Shoot you. Me? Real gunslinger? Let's find out. Okay, man. That's what I like to hear. Look, man, rules are simple, okay? Whoever shoots more of these bottles wins. Just draw your gun and aim when you're ready, all right? Easy, man. Found it all! How the hell did you beat me? Ah, dat was niet zo moeilijk. En nu? Better shot, I suppose. That didn't make me happy at all. How about we raise the stakes, huh? Wat ben je van plan, vriend? All right, let's do it. Aha, that's a good call, amigo. All right, real simple. First one to hit four flying birds wins. Hit four flying birds. Are you trying to catch me off guard, huh? Hoe dan? Ik zie niet eens vogels, oh hier. Het is wel lastig met een antistooltje dit. Zou ik misschien beter met een rifle kunnen doen. Dit ga ik niet winnen. Kijk. Ja, je mag hem hebben, meneertje. It was a good try, but maybe next time, huh? Ja, dat had ik beter met een rifle kunnen Listen, doen. You need to pay me for your loss, okay? Dat is goed, joh. Ja, je hebt eerlijk gewonnen. Here, lucky for you, I'm having a bad day. Maybe we'll do this again, huh? Hasta la próxima, amigo. Nou, we gaan verder op zoek naar Hosea. We kunnen beter geld verdienen dan uitgeven. Dan had ik beter niet met een handpistooltje kunnen doen. Ja. Nou, ik moet dan ook al vanaf mijn paard die wapens meenemen. Dat is de truc. Hier is een kamp. Is dit waar Hosea is? Tenminste, dat is rook. Waar rook is, is vuur. Hè? De looproute stuurt mij compleet de andere kant op. Ja, ik loop hemelsbreed, ik loop niet over de weg. Rustig aan, paardje. Nou, is Hosea hier in dit kampje? Nee. Hier staat wel een meneer. Heeft hier iemand begraven? Mijn paard wordt moe, dus we gaan een beetje niet meer sprinten. Rustig lopen. Daar is een dorpje, dus Hosea in het dorpje. We gaan hem meemaken. En we moeten wel weer deze weg volgen. Dus ik denk dat de kans groot is dat Hosea in dit dorp is. Hier is een hond. Kijk, hij is hier rechts ergens. Emerald Ranch. Daar loopt hij, of niet? Eens kijken. Hosea, ben jij dat? Nee, dit is een willekeurige boer. Hey, partner. Nou, Hosea, waar ben jij verstopt? Oh, hier, hier zit hij. Dat is toevallig. This is Seamus. Seamus. He's our new partner. I ain't no such thing. Prospective new partner, if he likes us. Liking ain't the problem. Trusting is, as I said. Keep your voices down. I don't want my boss hearing. This is a sideline.
course. Look at us, honest as the day is long. Exactly. I tell you what, let us prove ourselves. Prove ourselves? To this clown? What you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen, he's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, Seamus. I'm old enough. And you know why? She's still out of time, too. Trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay. I'll tell you what. Arthur. Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now you go get that. And then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your Well, he's not just a but a cousin by marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now you survive that. Where is he? Well, he's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house, but that's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks know we ain't intimate no more, and they'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. And yes, I'd love it. You heard the man. Okay. Let's go rob his cousin. By marriage. Let's go rob his cousin. Don't kill anyone. Lukt ons dat? We gaan in elk geval te paard. Really? Kom, Hosea. Lead the way. He said the place is just northwest of here. Me? Even die random waypoint, die kan ik dan uitzetten. En volgen we gewoon. You're the one who's been out gallivanting around here. That's what you call it. Heb ik richting de waypoint. Go to Carmody Dell. Gaan we zeker doen. Thought you wanted me here to show some strong arm. That's usually how it goes. Yes, but you know how this works. Come on, we gaan hier een paardenkast stelen. Stranger. Oh nee. He won't cause us any problems. A safe spot, defense wagon. Een mooi sprongetje. That's easy money for us. I guess you're right. Come on, it's not like he's asking us to rob a bank. If the two of us can't steal the stagecoach from Seamus' old crooked cousin by marriage, we rennen weg voor ons. Okay. We hang up our hats now. We hebben een stampede gestart, lijkt het. So what's the story with that Emerald Ranch? You find out anything else? A little. Oh, ik krijg in één keer sticky keys. Ik heb geen sticky keys. Terug. Saying much. Staat er een beeld, je moet shift drukken gelijk met je galop. Doe ik dat? Sticky keys. Ik word opgelicht door het systeem. We must be close. En dan gaan we gewoon lopen. Ja. We should go on foot. En doen we dat? Wacht, ik kan hier bij mijn paard nog wapens meenemen. Horse weapons. De lasso neem ik mee. Dat zijn allemaal dingen waar ik mensen mee doodmaak. Dat moet ik juist niet doen. Oké, waar ben jij, Hosea? Kom maar. There's the house. I see the barn in the back. Stagecoach has to be in there. Oké. Dus we moeten niet gezien worden. Oké, let's take a quick look at the place. Kijk jij eens even. De item wheel, binoculars. Anyone around? Yes. Okay. I reckon we can do it now. I'll head over, distract him by putting on a little show while you sneak into the house, find what you can, then get the stagecoach. Or wait until nightfall. Sneak in, then I'll get the coach. You can try the house. What do you think? Ja, we doen het wel 's nachts. Worden we minder snel gezien natuurlijk. Let's wait. In de nacht kunnen we beter stealthen. Okay, let's go. Sure. You go into the house. I'll go find this wagon. Ja, ik kon wel roken de schoorsteen, dus die mensen zijn wel gewoon thuis.
Ga ik gewoon door de voordeur? Is dat verstandig? Waarschijnlijk niet. Familiefoto's, niks waard. Hier is een kist, die kunnen we doorzoeken. Pearl necklace, beter. Money clip, nice. Kijk in de keuken. Oh, hij ligt hier te pitten. Platinum band. Rustig sluipen. Hier zijn nog kastjes. Neem die wortel mee voor mijn paard. Appels. Dat is mijn paard ook wel. Hij ligt hier ook te pitten. Dit is Bob Crawford. Ik kan met hem praten, maar dat lijkt me toch niet heel verstandig op dit moment. Genoeg gestolen. Nu kunnen we weer naar buiten sneaken. Find Hosea outside. Oké. Nou, Hosea. Oh, hier heb je Karel gejat. Get on, dear boy. Get on. Doen we. Oh, ik mag sturen ook nog. Doe maar. Doe maar. Dan had ik wel mijn eigen paard weer hier achter. Dat is misschien niet zo verstandig, maar goed. Dat komt vast wel goed in de volgende missie. Zo is het. Alles is meegenomen. Ik ga niet crashen, rustig maar. No doubt. I won't forget that in a hurry. I'm looking forward to your retelling of that one around the campfire. It wasn't the first time Mr. Matthews had stared death in the eye. And as usual, he did not flinch. Slow it down a bit. En mijn eigen paard komt achter me aanrennen, zie ik op de minimap. Ja, daar komt hij aan. Lekker maar. Kijk, hij maakt hem al open voor ons. We lopen gewoon rustig hier naar binnen. We met je cousins. How was it? Fine. Nice people. Hele aardige mensen. Kijk, een paar lampjes worden aangezet. Karretje naar binnen. Nice work, Hosea. It was mostly Arthur. Like I said, coarse but competent. Here. Thank you. If you find any other coaches that need selling, I'll see what I can offer you for them. But discreet, you know. Of course. Goodbye, gentlemen. I'm heading back to camp, okay. I think. You coming? Ja, ik ga mee. Zeker. Sure. Nu hebben we het vertrouwen verdiend van Seamus. En weer een handlanger erbij hier in een dorp. Dat is toch wat we willen, hè? Hoe meer handlangers, hoe beter.
We zijn weer veilig aangekomen. Of niet, Hosea? The Spines of America. Nice, dat was het einde van de missie. We hebben de wagon fence. Als we nu ergens een stolen wagon hebben, kunnen we die verkopen. Lekker bezig. En daarmee hebben we dus weer geld mee verdiend. Dus dat is mooi. En de missie klaar. Dus dat betekent ook weer het einde van deze video. Ik zou zeggen, ik ga jullie weer bedanken. En ik hoop jullie te zien in de volgende. Tot dan!